Het gaat sowieso ook met digital art natuurlijk toe. Ja, de shooter zit gewoon verwerkt in dit kunstwerk. Goedemorgen allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video en ik heb een hele leuke pyjama. Ik ga even ontbijten en ga ik aan de slag en dan zie ik jullie zo weer terug. Let's go! Van die dingen waarbij je je afvraagt waarom ga je in vredesnaam met je dikke kont op mijn toetsenbord zitten. Ik heb nu dit. Mijn kat heeft dit ingetoetst bij Google en dan krijg je dit. Hij wil graag Roblox video kijken volgens mij ofzo. Kijk eens hoe lief jongens. Maarten heeft voor het eerst het bovenmandje uitgevonden. Dan kan hij er gewoon overheen kijken. Dat heeft hij dus nog nooit meegemaakt, hè, dit. Zij kan nu gewoon kijken wat er op de straat gebeurt. Het is allemaal best eng. Ja. Mooi, hè? Komt er een auto aan? Ja. Komt er een auto aan? Hij heeft een beetje lawaai, hè? Want het zal nog wat worden met oud en nieuw. Jullie. Nou. Gaan ze weer ruzie maken.
jullie weten vast nog wel dat ik naar dat atelier ben geweest voor het kunstwerk van Akka Hulsebos. Ik zal even een klein stukje laten zien van dat ik daar was geweest. Het is echt prachtig. Kijk, er liggen echt allemaal hele fijne lijntjes die ze maakt. Het zijn allemaal hele kleine streepjes. Ik ga het eerst presenteren op de Eindhoven Maker Fair. Daarbij worden allerlei nieuwe snufjes en technieken gepresenteerd. En het gaat sowieso ook naar het Digital Art Museum toe. Daar heb ik wat meer werk staan. Ja, oh ja, dat past er natuurlijk heel goed bij. Doei! Dat ik daar was geweest. En ik zal aan het einde van deze video de video even linken. Daar kun je die nog even terugkijken als je dat interessant vindt. Zij heeft dit kunstwerk gemaakt en dan denk je, oké, en nu? Nou, dat is een kunstwerk waarbij kunst tot leven komt. Dus je hebt een app kunnen downloaden. Ik haal even de plastic eraf, anders glimt het te hard. Je hebt een app kunnen downloaden. Die staat nu hier. Zie je dat in mijn telefoon? En ik heb dit dus nog niet geprobeerd. Dus je kunt dat schilderij kun je bij haar kopen als je het leuk vindt. Nou, als het goed is, kan ik dus nu de app richten op Sjoerd. Dit is Sjoerd. Hier is een tekening van Sjoerd. Ik richt de app op Sjoerd. Daar is Sjoerd. Als je hem dan heeft, gaat het filmpje gaat gewoon leven. Zie je, de Sjoerd zit gewoon verwerkt in dit kunstwerk. Hoe cool is dat? Nou, dan gaan we natuurlijk ook even bij een andere kijken. Zo kun je gewoon al die katten nakijken. Nou, en er zit dus gewoon in die tekening. Kijk, het gaat gewoon allemaal leven. Nou, het is wel heel erg bijzonder, hè? Nou, dat kun je gewoon inlijsten en ophangen. En dan kun je gewoon de app gebruiken om al deze poesen tot leven te laten komen. Superleuk. Zo werkt dat dus. En dan zet je de app erop en dan komt Sjoerd zo in één keer uit de tekening. Hoe gaaf is dat? Nou, wil je dat nou ook? Dan kun je bij Akka Hulsebos, ik zal daar even linken hieronder in, kun je zo'n poster bestellen. Je kunt de app downloaden, er staat er allemaal bij hoe je dat moet doen. En dan kun je het zelf ervaren, dat is echt superleuk. Zo, even mijn strikje goed doen. Rare dingen zitten er op die telefoon. Ja, lekker slapen. De volgende keer. Doei!